En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een mooi parallel bloemstuk maken. Ik heb een hele mooie pot met een klein tintje goud. En dat randje goud gaan we vandaag terug laten komen. Dit gaan we heel subtiel doen, maar wat een heel luxe stuk met hoogte. Laten we gauw beginnen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Ik heb in de pot alvast oase gedaan. Een klein stukje boven de pot uit en de zijkantjes even schuin afgesneden. En dan gaan we nu alvast beginnen met het bloemstuk. Ik begin met de lysianthus. Hiermee breng ik alvast hoogte aan. Je snijdt de bloemen even goed schuin aan en steekt deze in het midden weg. En dat doe ik op verschillende plekken en wat met hoogte verschillen. Dit doe ik op 3 verschillende plekken. Dan heb ik hier supermooie Craspedia. En ook dit met je tintje geel, een beetje richting het goud, komt dus weer mooi terug. En ook deze verwerk ik in de hoogte. Let wel op dat je bolletje een mooie plek krijgt en dat je hem dus goed blijft zien. Speel dus echt met hoogtes. En aan de zijkant werk ik langzaam naar beneden. En dit doe ik dus eigenlijk aan alle kanten. Dan heb ik mooie hortensia, die verwerk ik kort om de zijkanten mooi op te vullen, zodat hij mooi aansluit bij jouw pot. Ik zet er natuurlijk gewoon eventjes weer goed op draad. En die steek ik dan aan de zijkant weg en zo verbind je het bloemstuk mooi met je pot. En dit doe ik aan alle kanten. Zoals je ziet is aan de zijkant al heel veel oase weggewerkt. Dan gaan we nu weer verder met in de hoogte werken. Ik heb hier hele mooie grassen en die geven ook een beetje weer het gouden touch terug. Wel heel natuurlijk. En ook deze verwerk ik er weer tussen en ik kijk goed of die goed tot zijn recht komt waar ik hem steek, ook qua hoogte. Ik stop er dan ook nog eventjes weer eentje helemaal in het midden. Dan heb ik hier hele mooie gedroogde protea. En deze ook weer een beetje dat kleurtje. En die stop ik er iets lager in weg. En zoals je ziet krijg je dan echt mooi die hoogteverschillen. Dan heb ik hier echt prachtige sneeuwbers. En die verwerk ik nog meer in het midden. Omdat hij wat meer zijtakjes heeft, dan vult hij hem onderop alweer mooi op. En die steek ik iets dieper weg. Dan verwerk ik wat lager aan de zijkant, maar wel weer in de hoogte de eucalyptusblad. Dus je blijft eigenlijk echt recht omhoog steken. Je gaat niet naar de zijkant. En dan vullen we de zijkantjes waar we nog wat oase hebben op met een beetje gipskruid.
En dit gipskruid steek ik ook op de stukjes waar je nou nog oase zichtbaar is. Dit doe ik echt mooi laag. En om er dan laatste touch goud aan te geven, heb ik hier hele leuke dennenappeltjes. Met een heel klein beetje een goud randje. Echt super mooi. Dit is natuurlijk straks ook erg leuk voor de kerst. Maar nu voor de herfst kan het ook zeker. En helemaal in combinatie met dit stuk. Deze zetten we weer op draad. Dat doen we door het draadje eromheen te buigen. En op het eind eventjes vast te zetten en rond te draaien. En zo kunnen we mooi en goed verwerken. En dit doe ik met alle drie. En deze verwerkt er dan omheen. En dan is dit het prachtige bloemstuk geworden. Ik vind het echt super mooi. De combinatie van het wit met goud in combinatie met de kleuren van de bloemen is gewoon echt één heel mooi geheel geworden. Daarnaast vind ik echt de compositie ook heel erg mooi. Dus ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren. Er komt elke woensdag en zaterdag een video online, dus een extra video in de week. Wil je dat nou niet missen? Abonneer dan gratis op dit YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwe video's die ik maak. En dan hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk dus gratis. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!